Koesnak. En het is 2-0. Ik ben Daniel van Kaam, 20 jaar en kom uit Delfzijl. Waar stond jij 5 jaar geleden? Onder 16, ja, de C1 op dat moment, C3, C1 van Groningen was ik op dat moment toen, ja. Hoe was dat? Wat voor speler was je toen? Ja, zouden mensen wel verbazen denk ik, maar op dat moment stond ik spits, ja. Spits op nummer 10, ja. Hoe dacht je toen over toekomst en over voetbal? Toen kwam misschien iets meer het besef van ja, dat het wel in zat. In de D'tjes nog niet, maar op mijn 15 had ik wel het gevoel van oké, ik ga er echt voor, ja. Ja, wat moest je toen doen en laten om ja, wat je nu bereikt hebt, het eerste elftal van FC Groningen, te behalen? Ja, het is altijd wel cliché, maar het is gewoon elke dag bezig zijn met het doel dat je op dat moment hebt. En op dat moment was mijn doel dat ik in het eerste zou gaan spelen. En moet je er elke dag hard voor gaan trainen en bewust mee bezig zijn en het vertrouwen hebben dat je het kan. Ja. Wat herinner jij je van die tijd? Hoe waren de dagen toen? Hoe ging dat, 's ochtends tot eind van de dag? Ik zat nog op school, hè? Ik heb nu geen school meer, dus dat is nu lekkerder, denk ik. Nee, ja, ik moest wel vroeg opstaan, want Delfzijl is wel een stukje van Groningen. Ik werd dan door het busje opgehaald om kwart over zes moest ik opstaan. Werd ik 5 voor 7 werd ik opgehaald, ging naar de club. In de ochtend trainen dan. Na de ochtendtraining naar school en dan meestal na school dan weer trainen en dan weer naar huis. Dus ja, van 6:15 tot 7:30 zoiets waren mijn dagen, ja, altijd. Als je daar nu op terugkijkt, was dat harder werken dan nu, zeg maar? Ja, daar hebben we wel vaak over. Ja, dat is misschien wel raar. Ja, harder werken wil ik niet zeggen, want ja, de intensiteit en hoeveelheid is meer bij het eerste en dat lijkt me ook logisch. Alleen, ik denk in combinatie met school en de lengte van de dagen, dat was misschien wel ja, hoger en langer inderdaad dan nu. Ja. Dus als je nu terugkijkt op die 5 jaar en waar je nu staat, waar sta je nu? Ja, uiteindelijk ja, het doel dat ik voor ogen had op die leeftijd, op mijn 15e, ja, dat is eigenlijk is nu het begin. Van waar ik nu sta. Ik wou in het stadion gaan voetballen en dat is nu gelukt. Maar ja, je moet ook wel beseffen dat nu inderdaad ook het begin is. Ja, als je nu vraagt, ja, heb je het gehaald? Dan zou ik wel zeggen, ja, je hebt het gehaald. Alleen nu is het weer tijd voor een volgende fase. Dus, ja. Wat zijn nu die nieuwe doelen? Ja, op dit moment een volwaardig seizoen draaien. Ja, ik ben nu eigenlijk halverwege het seizoen ben ik ingestroomd. Nu is het mijn doel om, ja, een heel seizoen eigenlijk in het elftal te blijven en goed te spelen. En van daaruit gaan we weer kijken wat de nieuwe doelen zijn. Ja.